Wat is er aan de hand, jongens? Als er bij ons in de klas een conflict is, dan kunnen de kinderen gaan kijken naar de herstelmuur. Dat is een blad dat de kindjes samen met mij gemaakt hebben. Ga eens met twee kijken, wat kunnen jullie nu doen? Als insteek, als voorbeeld om conflicten op te lossen. Vind jij dat een goed idee om sorry te zeggen? Ja? Oké, doe maar. Sorry. Oh, kijk eens aan. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen dat de kinderen zelf bedacht hebben. En we hebben daar dan samen foto's van genomen en, om het visueel te maken. Nee. Heb je al iets geprobeerd van ons vriendjesblad? Heb je al geprobeerd stop te zeggen? De kinderen moeten het proberen zelf op te lossen. En ik merk, ze denken na, ze gaan samen overleggen van wat wil jij? Ik wil dit wel, maar vind jij dat een goed idee, ja of nee? En dat vind ik wel heel belangrijk. Dat de kinderen niet zomaar in één keer sorry roepen en dat het voor hen de kous daarmee af is. Dus het feit dat ze dieper nadenken is het allerbelangrijkste, denk ik. Goed gedaan.